Okay, wat zijn de meest underrated tunes? Uh, maar wacht, ik kan zo wel nog wat zeggen. Ja, ik nee, niet, ik wou zeggen. Ja. Kijk, het ik, was niet ik, hard, ik, ik. maar virale collab was wel Armo 69. Ja, oké. Okay. Kijk, Ar is Armo wel een wel Een stempel ja, gedrukt ja, op ja, dit ja, jaar. Ja, is zeker, wel eens Armo. Zeker, zeker. zeker. Shout out Mensen Armo. denken dat ik Armo haat of zo. Nee, man, Armo. Ik gun je echt alle featurings van de wereld. En je hebt, je hebt dit jaar in een zijn greep gehad, man. Ik ga nu liegen voor je. Ik bedoel, ik kan hier wel over uh, discussiëren. Maar nee. Armo. Uh, Was wel did een net. gesprek. Zeker. Groot gesprek. Ja, man. Underrated tunes. Underrated. Winnen. Ja. Of winnen. Ik moest eerst John Afreze zeggen. John Afreze featuring winnen voor My people. Dat is echt een tune die iedereen verplicht moet luisteren. Dus als je nee. hier klaar bent met deze podcast, ga naar luisteren. Want het is echt een nee. amazing maar, tune. Daar heb ik zeg maar. Um, even kijken welke ik had. Dus. Fana moet altijd. Fana moet pissen. Maar wij gaan gewoon verder. Um, die naam even kijken. Die ik dan heb, is ook een Johnna Freestje. Want ik zeg je eerlijk, Johnna, Hij brengt zeg maar een vibe. Maar omdat hij zeg maar niet mainstream, main, niet mainstream, mainstream is, gaat het niet waar het moet gaan. Maar bijvoorbeeld die tune bovenste plek. Die rustige tune. Het is in is het zomer uitgekomen zo. En dat is echt een goede tune. Gewoon. Met een verhaaltje erin, fijne sound, goed geproduceerd, maar het gaat niet waar het moet gaan. Dus dat is zeg maar daar ook wel een underrated tune. Ik zou zelf John een underrated artiest noemen in Nederland. Wat... Hij heeft dit jaar ervoor gekozen om meer te rappen, voor mijn gevoel. En ik vind ja. niet dat hij daar de volledige credits voor krijgt. Omdat, je weet toch, hij heeft die hits gehad met vooral het zingen. Ja. Paranoia is nu ook ja, zeg maar ja. een hit. En ik vind het, ja... Ik, 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 ik waardeer het enorm dat Jonah die stap heeft gezet. En dat, st stap wil ik het ook niet noemen, yeah. gewoon een richting qua sound. En gewoon puur omdat hij gewoon dat gevoel had van ja, ik wil gewoon meer rappen man. Ja precies. En dat man. hij dat ook gewoon doet. En dat, dat, vind ik, dat vind ik echt uh, getuige van. Ja, man, uh, dus bovenste plekken zwarte hoodie zeg maar. Die zet zwarte ik wel hoodie samen, ook man. Bro. Shit. Goeie goede track zeg ja, On, man. Ja man. Gerrit distortion ook man. Ja man distortion. Uh... Ja, man dit jaar hem leren kennen en Bro, wist je niet dat hij zo aan was? Man. Ja man, dit Sorsin gaat hem. Hij ja, heeft nu ook weer een nieuwe pokoe uit. Ik ben even de naam ervan kwijt, maar ga hey, bro, checken. Hij heeft die dingen, hij heeft die... How You Coming Fast die heeft hij volgens mij geproduceerd. Die, ken, je, ken je die hype van die Fatty Kill? Nee, Hé hey, jij, ja, je kijkt UK-hypes man. How Sorry. You Coming Fast? Why the fuck you coming fast? Ja, echt hey, hey, goed kent hij die dingen niet, dat mannetje. Hoe niet? Ja, kijk, How You Coming Fast gewoon niet. Nee man, Sorry man. Nooit gezien, nooit gehoord. Misschien als ik het zie. Laat het, uh, la, laat, het me, laat het me zo meteen met naar Vеди, man, dit was sowieso het jaar van ey, als je meme bust, ja, man. je kan meteen erin. Chardonnay J, heet hij J? Hoe heet die? Osh, uh, uh, Osh. 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 Ja man. Ik zeg je eerlijk, tune J J J doet J wel informatie. De... E underrated tune underrated. <coughs> uit Nederland die uh, echt super onbekend is. Uh, Tissie London en Dentalon, Like Me, ga checken. Het is een domme trap tune en ik hou van domme trap en hij heeft het gewoon echt goed in het Nederlands gedaan. Want het is best wel moeilijk in Nederland om mm -hmm. met deze taal een soort van domme trap te maken. Yeah. Maar hij heeft het echt. Uh, hij is echt bos. Hij heeft ook echt weinig plays, man. 10.000 of zo. Maar. Uh, ga checken. En dan nog. één Underrated. Atje. Met Abracadabra En Archie Tracks, When We Cry. Emotionele tune. Atje laat zich daar echt op een. Um, ja, gewoon een andere kant zien. Um, super emotioneel over zijn kind, onder andere. Gewoon blootstellen, man. Je weet toch, mm -hmm. rappers doen dat niet vaak. Of vinden het moeilijk om dat te doen. Maar Adje, je weet <coughs> toch, hij zei gewoon: ik laat tranen mijn kin, over mijn kin lopen op de tune. Ik dacht van: eh, ik voel je, man, ik heb niet zijn kind. Maar. Yeah. When We Cry. Uh, ja, Geproduceerd door Arzatrax, man. Amazing tune. Nog aanvullingen op Underrated? Mm, alles van Benjay. Ga die man checken. Ja, Benjay ja, is Benji's echt. Geen laatste shit checken? Ja. Yeah. Benji is echt hard, man. Oké, je moet uh, ik zeg je ja, Good nee. kids make bad grown-ups. Check jullie dat, um, die tape, maar dat liedje zelf. ook. Oh, good kids make bad grown-ups. Dat is mijn favoriete liedje van Benji. En hij zegt zeg maar ook echt shit. Want soms, <laughs> die man is even in de dark place, maar dat weet hij dan ook neer te zetten. Dus ja, maar Benji, man, ik check het B-E-N-J-A-Y-H-Benji. bij ben, hem ben, ben, zeg zegt altijd van, volgens mij, of, of je vindt het gewoon hard of je vindt het gewoon slecht. Er is geen ja, tussenin. of is toch, wel man, grappig. Hij maakt best wel, ja. Het is gewoon. Amerikaanse stand. Ja, 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 maar het true. is ook best wel raar, gewoon. Niet ja. raar, maar je toch? Is het best wel out of the box, best wel. Ja, true, ja. Dus het, misschien neemt het, hij, kost het wat hij, tijd. Ik drop de laatste snippet: ze ja, instaan Insta. met die paarse licht. Ik dacht, van zo veelbelovend. Ja, man, hij ben doet wel iets. Shout out naar my nigga Rich drip tip top. Shout out naar Bres van Rotterdam Airlines. Ga ja, die man, man. checken. Ik denk, die man, toch? Misschien duurt het even, maar het gaat komen, toch? Tot en met de hier. Ja, man, die show wil ik ze zeggen om te checken. Bress, tot en met de gaat checken, je toch? 100.